We zijn hier bij ons openingproject Oer de Ronde van de Tiet. Het project waarin wij in een week tijd aandacht vragen, gericht met weidevogels, van hoe het vroeger was, hoe het nu is en hoe we het over 75 jaar weer willen hebben. Ik ben hartstikke grutsk, want ik vind dat is een vogelwacht die hen nou zo'n fantastisch project betocht. Ik vind het zo creatief, dan ben je een hele grutske burgemeester. We kunnen verwachten dat we in ieder geval 7 verschillende mensen zich 24 uur opsluiten. Waaronder een kunstenaar, cabaretier en alles tussenin. Het was geweldig. Echt prachtig. Hier is het echt, dat gekwetter van de weidevogel, de grut, de tureluurs, de kievieten. Ja, het is geweldig dat je zo helemaal rond kan kijken vanaf, nou, hoe hoog is het, 1,05 meter. Dus dat is leuk. Maar moeder is 5, toen ging het zo hard waaien. Dus toen ben ik hier in dit prachtige naaie glazen, nog net helemaal glazen huis, ben ik te lonen gekomen. Dus het was een drokke nacht, zou ik maar zeggen. Er zit zoveel ook leven in het land hierachter. We horen de grutters ook al. En dat is de hele tijd zo gegaan, ook met het hele slechte weer gisteren. Het was geweldig. Het was leuk. Het was een hele aparte ervaring. Zeker vannacht, windkracht 5. De hele dag mensen langs. Lieve mensen die steunen. Kindertjes die tekeningen maken. Ik heb ervan genoten. Het is nuttig geweest. Het heeft veel publiciteit gegenereerd. Dus alles voor de grutto. Missie geslaagd. Ja, het is een fantastische ervaring, mag ik zeggen. Ja. Hurde wien. En oerdel ingert bak jocht om eens heen. En ja, een soort aquarium. Een apart gevoel. Ja. Je zit midden in de natuur en dat is heel inspiratievol. Ik ben muzikant, dus ik heb wat dingen opgebouwd. Mijn keyboards, mijn opnameapparatuur. En eerst maar gewoon wat opnemen. En gewoon voelen hoe de omgeving is. En dat een beetje in muziek veranderen. Ik heb een hele mooie titel en ik heb dingen dwaankind, dus daar ben ik heel blij mee. Ik heb voornamelijk zitten schrijven, dus aan een kort verhaal. Het ging voornamelijk om het naar je zijn voor mij en uiteindelijk dingen opschrijven. Ja, ik heb deze week beleefd als eigenlijk één groot hoogtepunt dat we zo gigantisch veel aandacht gegeven hebben van regionaal, provinciale, landelijke pers. En dat het uiteindelijk ook nog voor de vogels heel veel vierkante meters heeft opgeleverd. Dus dat mensen volle bak gedoneerd hebben. Ja, dat is het hoofddoel wat we eigenlijk met deze aandacht willen genereren.